Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe review. Dit keer hier vanuit Grun. Dat zou je zeggen, Grun, wellicht dat op de kaart. Nog nooit gezien. Ja, dat zou best goed kunnen. Oh, het is namelijk Groningen, op zijn Gronings, Grun. Als ik het goed uitspreek. In ieder geval, dus nou de derde of vierde keer dat ik deze kermis ga bezoeken. Samen met Alexander en Thomas. Ten eerste, Groningen. Van harte gefeliciteerd met de promotie terug naar de Eredivisie toe. Kijk hoe lang dat jullie het nou gaan volhouden. Maar ja, mijn clubje is bekerkampioen geworden. Feyenoord. Hey. In ieder geval, het was een beetje een twijfel van ga ik hier nou wel of niet naartoe. Omdat het redelijk dezelfde lijst is als de afgelopen edities. Alleen er staat nou geen starflyer. Dat is sowieso één dingetje. En ja. We lopen eerst richting de Ossenmarkt toe, richting de nostalgische kermis, waar we altijd traditiegetrouw de reviews aftrappen. En daarna gaan we richting de Vissenmarkt toe, tevens de grote markt, waar een hele mooie opstelling staat, heb ik me laten vertellen. Ook al was ik bang zo van de beast van Reinders, misschien staat hij wel een beetje weggedrukt, maar dat is waarschijnlijk dus niet het geval. Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke review hier vanuit Grun, ofwel Groningen, vanaf de Maaikermis. Sowieso bij mij op de nostalgische kermis gezien, op de paaskermis in Roosendaal. Draai door naar de volgende zaak. We komen een opgooi zweefmotor tegen, rijden stonden bakken. Ik dacht eerst zo, toen ik hem op foto's zag of op video's zag, van hey, kikker en visser is terug. Maar dus niet, die komt dus waarschijnlijk hier ook nooit meer terug. In ieder geval, deze reizen onder bakken. Misschien wel bakker uit Bergen of zo, zou maar nooit weten. Maar we gaan hier even een onrijdje en een off-rijdje opmaken op deze mooie opgooi-zweefmolen. En dit is dan voor mij al nummertje 4 of nummertje 5 van de opgooi-zweefmolens die ik hier in het Hoge Noorden doe. Dus ja, hij ziet er echt leuk en mooi uit. Hele klassieke kleuren. Alleen de kap die is toch wel een beetje kaal. Misschien als ze daar nog wel leuke oude peters op kunnen zetten. Maar verder ziet het er heel erg mooi uit. En zo te zien gebruiken ze op de randen van de kraag ledverlichting. Dus ja, dat had toch wel een beetje het oude mooie nostalgische helaas weer weg. Maar we gaan hier dus een rondje maken, hoor, rijdt even zo vrij. En zo gaan we richting de Amazone toe. En volgende week komen we de Amazone baan tegen. Ja, dat is de Van Bokkers, zeg maar, de Van Bakker. Hey, misschien wel familie van de Beach Party. Hebben we daar nog een leuk ballonnenfruitje staan? Even wat een schoenpakje. En dan komen we hier bij de volgende zijn steeds de Amazone-rupsbaan. Reizen onder Verbrugge en de Raden. Meestal komen deze altijd wel tegen in Hilversum. Dat is dit jaar niet. In ieder geval, deze komen we best wel vaak tegen in Etten-Lur. Is niet net te leren, dan wel in Ude of op andere mooie Brabantse kermissen. Maar dit is nog steeds wel mijn favoriete rustbaan om te doen. Omdat er een hele leuke en een goede rit en show erop zit. Ofwel de Amazone van de Raden en de Verbrugge. En dan hebben we daar nog Ude Pan Railway, Reis van de Corpus. En dan gaan we daar richting een UFO-jet. Die toevallig nog op de paaskermis in Roosendaal hebben gezien. Ja, dames en heren, dan hebben we hier nog een UFO-chat reizend onder van de kool.
Poppet voor het laatst nog bij mij op de nostalgische kermis gezien, op de paaskermis. Waar die, waar we voor de eerste keer tegenkwamen. En nou hier, en draaien door richting World of the Living Dinosaurs. Een hele informatieve loopzaak. Een zaak reizend onder Veldhuis en Mulder. Op verschillende kermissen gezien, is het niet gezien, daar hebben we wel een rondje doorheen gelopen. Maar wat ik me nou afvraag, wat doet nou zo'n moderne zaak hier op de nostalgische kermis? Misschien kan iemand dat wel in de comments achterlaten. Of misschien kom ik er zo meteen wel achter als we richting de normale kermis toe lopen. Van, misschien ligt wel daaraan. En dan hebben we hier nog het Karimatenrad, rijst onder Van de Corput. Ja, ook bij mij voor het laatst zien op de nostalgische kermis in Roosendaal. En dan hebben we hier nog een hele mooie ouderwetse carousel. Eigenaar mij even niet bekend, maar ik dacht Saat, maar dat weet ik niet zeker. En dat was dus hier de nostalgische kermis. En wat ik nou jammer vind, is dat daar heel erg kaal is. Dus echt heel erg uitgebreid opgezet. Waarom dat ze hier niet meer de kermis bij hebben gezet, dat weet ik niet. Maar we gaan door richting de moderne nostalgische kermis. Dames en heren, zo lopen we door richting de normale moderne kermis. Ik zou nog bij jullie terugkomen over World of the Living Dinosaurs. Het leukste is, het is een nostalgische kermis. Maar World of the Living Dinosaurs, dat gaat over dinosaurussen uit de prehistorie. Of uit een andere oertijd. In ieder geval, ik denk zo'n klein beetje dat World of the Living Dinosaurs nog nostalgischer is dan die hele nostalgische kermis. Hey, kopie. Maar in ieder geval, het is echt een leuke loopzaak om te doen. Maar we gaan nou richting de Grote Markt en de Vissenmarkt toe. Daar kijken naar de mooie moderne zaken. En dan komen we een paar mooie zaken tegen die we toevallig een paar keer hebben gedaan. Eén keer in Rotterdam. Er is niet in Rotterdam. Dan is het wel in Enschede. We komen ook een zaak tegen die grotendeels eigenlijk alleen nog maar in Duitsland rondreist. En soms wel eens op een Nederlandse kermis staat. Maar dan heb ik het over de Airborne. Misschien dat we hem nog wel in Duitsland gaan tegenkomen, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar ik zou zeggen, geniet verder van deze leuke review hier vanuit Groningen. Ofwel, Grun. Zo starten we hier dan met de Thriller, reis door de Lemmerman. Voor de laatste keer nog gezien, dat was in Hilversum op de Koningskermis. Hebben we hem niet gedaan, maar dit keer gaan we hem wel doen. Want ik heb namelijk van hele betrouwbare bronnen, namelijk een hele goede kameraad van me, die tevens op mij geabonneerd is en waar ik ook goed bevriend mee ben, is dat heel veel vernieuwingen is in de Thriller zijn doorgevoerd. Dus we gaan hier even een onrijdje opmaken op de Thriller van Lemmerman. Een type spookhuis, ja, gebouwd bij Gigak. En zo hebben we daar nog een babysport die altijd bij ons in Roosendaal staat. En nou gaan we naar een van de nieuwste zaken die we sinds Enschede in Nederland rijk zijn. En ook wel een van mijn favorietjes. Dat zo'n engel bewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgered. En ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende zaak. De Stevens, de Beast, Reis van de Reinders. Het is een type Movit 24 gebouwen KMG. Op verschillende kermissen gezien en gedaan. In ieder geval voor het laatste keer hebben we hem in Rotterdam gedaan. By night, was het al heerlijk. Al een rit en show zelf van de Master in Telt, namelijk Reinders. En ja, heeft ze Enschede zijn première in Enschede gedaan. En ja, dat was gewoon echt volledig verkocht. Waarvan ik dacht van, ja, dit is gewoon, vind ik persoonlijk, toch wel iets mooier en beter dan die van Lensner. Ofwel, daar heb ik het over de Robotics. In ieder geval, dit is onze eigen Robotics. Maar dan de Beast hier in Nederland. Dit is wel ook wel een van mijn favorieten van de extreemste attracties van deze kermissen. Waarschijnlijk gaan we deze ook nog op mijn eigen thuiskermis tegenkomen. Maar daar hou ik lekker geheim. En dan gaan we over naar de overkant. En dan komen we de Airborne tegen. Reis van Orleman. In ieder geval, dit is dan de derde keer dat hij hier staat. Als je het geluk hebt, kan je hem hier in Nederland bewonderen. Bijvoorbeeld hier in Groningen of in Tilburg.
Maar grotendeels zit hij alleen nog maar in Duitsland. En ja, er zijn vernieuwingen aangebracht op de Airborne. Het is namelijk dat naambord daar boven de kast, de Airborne met die wieken. En hartstikke leuk. Rampverlichting is nieuw erbij gekomen. Dan heb je daar van die bouwhekken. Er zitten ook sinds kort LED-borden op. Nou, dus als je het geluk hebt, kan je hem doen. Natuurlijk gaan we hier even een rondje op maken. En ik heb me laten vertellen dat de Airborne een uitzondering heeft op het geldbedrag. Want meestal stond het op deze kermis. Alle attracties en groot vermaak mogen maar maximaal 3 euro kosten. Nou, deze is dus 4 euro. Anders kan het waarschijnlijk niet uit de kosten komen. Maar hier gaan we dus gewoon weer een lekker rondje op maken op de Airborne van Horneman. En ja, zo gaan we richting de toekomst die we nog voor het laatst in Den Haag hebben gezien. En ja, dames en heren, dan hebben we hier nog de Future Dance Race van de Voer voor de laatste keer gezien. Dat was op de Koningskermis in Den Haag, of op de Haagse Koningskermis. En dus is dit een Breda Zonsje 3, gebouwd bij het mooie Hut uit de Schöne Bremen. Jawohl. Gaan we door naar de volgende zaak, dat is de Disco Jumper XXL Reizen 100 de Porter. Ook nog voor de laatste keer gezien in Den Haag op de Haagse Koningskermis. En daar hebben we dan bij Night gedaan. En daar was het me opgevallen dat hij daar heel soft is met de jumpjes. Waarom, dat weet ik niet. Maar deze heeft er ook bijvoorbeeld vorig jaar voor het laatst gestaan. Maar die stond dan daar in de hoek waar nou zeg maar de bier staat. En ja, de Airborne heeft deze daar ook daar gestaan. Maar als je het goed ziet, is er hier een verbouwingetje geweest. Dus namelijk dat ze hier heel veel bouw hebben neergezet. En dan denk ik van, en voor wat eigenlijk? Je had hier makkelijk nog wat spelzaken kunnen neerzetten. Een trampoline, ofwel een salto trampoline. Ja, dit vind ik toch wel een beetje zonde. Van wat ze hier hebben neergezet. Als ik echt eerlijk mag zeggen. Je had dit gewoon beter weg kunnen laten. En dan gewoon lekker attracties neerzetten. Of ja, andere leuke dingen. Maar dat bezijden. Zo hebben we hier dan nog de jumpings, jump circus, reis van de stroeken. En dit is tevens de grootste salto trampoline van Nederland. En ja, vorig jaar heeft hier zeg maar de triller gestaan, daar. En die staat nou eigenlijk in spiegelbeeld aan de overkant. Maar zo gaan we jumpend door richting de vismarkt. Waar we misschien vissen gaan vangen. Ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende attracties. Dit is een Racerama, Rijsselstand met Daniel de Boer. Dit was de allereerste Racerama voor de Nederlandse kermissen. Ja, het zijn echt leuke carousels om te doen en je moet ze eigenlijk gewoon niet onderschatten. Heel vaak dat ik in de review zeg van, ja, als je lekker die bocht in geslingerd wordt, geen van die heerlijke zijn waar ze geen krachten. Dat zijn gewoon feiten. Maar in ieder geval, ja, deze komen op heel veel kermissen tegen. Komen we niet tegen, dan hebben we al gedaan. En dan hebben we daar nog het Crazy Teacups, die we ook heel vaak hier zien. Dus die hier, dat is wel in Uden. En zo gaan we door richting de vismarkt, waar we een vis aan de haak gaan slaan. En zo zijn we dus hier op de vismarkt aangekomen, waar we een visje aan de haak gaan slaan. En dan gaan we eerst richting een funhouse toe, die hier voor de eerste keer staat. En ja, dames en heren, zo komen we aan bij de volgende zaak. Stevens, de Booby Trap Hotel XXL, reizen van de Albus Amusement. Voor de laatste keer gezien op de Koningskermis in Hilversum. En het is toch wel een leuk funhouse om te doen, met hele leuke obstakels. En nu zijn ze niet vergeten om het XXL naambord erop te zetten. Dat ze heel veel wel maar vergeten. Maar kom er tegen, loop er lekker rondje doorheen. En ja, geniet van de objecten. Want deze kan toch best wel wat veel verschillende stijlen hebben.
Lars had een normale stijl, maar hij kan ook een witterse stijl hebben. En zo gaan we door richting de volgende zaakje. Ja, er zijn hier alleen maar winnaars op de kermissen. In ieder geval, dames en heren, dit is dus de volgende attractie. Dat is Welcome to the Jungle. Voor de laatste keer gezien in Capelle aan de IJssel. En ja, hier in Groningen hebben ze ook wel eens last van een ramp. Maar als het goed is, is het nou voorbij. Eindelijk is de gaskraan hier dicht. En dan is het voorbij met al die rampen. In ieder geval, deze betalende naam is toevallig hier van deze zaak rampen. Ofwel, kom je tegen Welcome to the Jungle? Rij lekker een rondje doorheen. Want het is toch wel een van de mooiste buggybanen van de Nederlandse kermissen. En zo draaien we door richting de volgende zaakje. Doe mee. En dan hebben we hier toevallig nog de Dragon Racing Lemmerman. Die ook met zijn spookhuis staat. Maar toevallig, deze is de zoon, als ik het goed had, van Jan Lemmerman. En die reist weer met een hele mooie Flying Elephant. En ja, deze mooie Family Coaster. Hij is toch wel, vind ik persoonlijk, de mooiste van Nederland. En dan hebben we daar nog een hele mooie autoscooter staan. En dan gaan we zo door richting de laatste zaak in Azo weer. En ja, dames en heren, zo komen we bij de volgende zaak. Steeds Shake It. Wij stonden gebroeders op de dijk. En Van Veen. Ja, we komen eigenlijk alleen maar hier in Groningen tegen. Het is een leuk tripje. Alleen ja, er moet er nog steeds wel veel aan gebeuren. Zo wist ik nog steeds op de verlichting was boksen. Mooie platen van de naam Shake It. Mooie paintings ervan. Maar ja, om zo'n wip te kunnen opknappen, moet je het stukje voor stukje investeren. Dan weer nieuwe dingen. Dan weer investeren. Dan weer nieuwe dingen. Want zo is dus bijvoorbeeld vorig jaar de naam Shake It in de led gezet. En volgens mij was ook die rand in de led gezet, maar dat durf ik niet meer even te zeggen. En zo gaan we door op reddingstocht. Help, help! Nou mensen, we gaan hier mensen helpen hoor, als ze hulp nodig hebben voor het glazen doolhof. Ofwel, dames en heren, dit is dus de rescue, reisstander van Hezik. Een glazen doolhof. Volgens mij zelf bouwen, maar je hebt veel verschillende kennis gezien. En dat is nu gezien, dat is wel gedaan. En er zijn wat nieuwe dingen bijgekomen. Dus er is namelijk een heel nieuw funhouse gedeelte erbij gekomen. Dus ja, dat voelt aan dat we weer een rondje doorheen zullen gaan lopen. Maar dit is toch wel een hele mooie kleurrijke. Dan kom je hem tegen, loop lekker rondje doorheen. Ofwel, de rescue van Hezik. En dan gaan we door naar de volgende zaak. En dat is tevens het reuzenrad, reizend onder Akkerman, als ik het goed had. Ja, ik durf het even niet te zeggen. In ieder geval, dit is een 33 meter reuzenrad, gebouwd bij Lambrink. Je ruikt mooie Groningen. En ja, dit is tevens de tweede reuzenrad die ze in bezit hebben. Want vorig jaar of het jaar erop was, hadden ze hun allereerste reuzenrad aangekocht. En dit is het tweede reuzenrad die ze nou in bezit hebben. En ja, die is als het goed is deze kermis hier in Groningen. Dus ik wil de familie Akkermans hiermee feliciteren met een nieuwe tweede reuzenrad die ze in bezit hebben. En zo gaan we door richting het laatste project. En ja, dames en heren, ze zijn dus bij het laatste project aangekomen en dat is tevens de project eind. Een afterburner gebouw bij KMG. Voor de laatste keer nog gezien op het Malieveld in Den Haag. Ja, jullie kennen mijn meningen hierover, dus we houden het lekker kort en bondig. Maar deze reis is onder Sigma en Bartling. En ik ben benieuwd wanneer komen ze nou met een tweede project aangezet. Wanneer gaan ze dus met een tweede afterburner aankomen? Ik ben heel benieuwd. Of misschien dit seizoen nog, of volgend seizoen, of over een jaartje of vijf misschien. Maar dit was dus de meikermis hier in Groningen. En dan gaan we helaas weer de review afsluiten. Ja, dames en heren, dat is Shaker. Van de Koeders op de dijk, tevens van Veen. De rondjes hier zijn echt klaar op de Mijkerms in Groningen. Ik ga vandaag zo voor jullie afscheid nemen. Hier vanuit de mooie Groningen. Ja, de editie. Het was een leuke, mooie editie, gezellige editie. Maar toch op de grote
daar een boom hebben geplaatst. Waardoor dat je meer ruimte hebt voor mooie zaken. Ik vind het wel leuk om weer te vergroenen in de stad. Maar ja, zou je toch wel meer kerstdagen die de afgelopen paar jaar hebben gestaan. Zodat de afgelopen edities heel erg mooi waren. Dit was ook wel een leuke en mooie, maar wel een mindere editie. Als ik even moet zeggen. Maar ja, heel erg gedaan. Hartstikke leuk met zoveel nieuwe koppen erbij. Een oude weg. Soms is het wel eens nodig om oude koppen weg te halen en nieuwe koppen te plaatsen. Lekker even de airball gedaan. Maar ik ben bang dat we hier toch weer voor Duitsland gaan kiezen. In plaats van nou weer richting Nederland te komen. Terwijl op bijvoorbeeld Evolution van Fakkelijk. De nieuwste speedbooster in Duitsland is. Ik zou zeggen, ja, niet even de flauw duik nodig nu. Natuurlijk even op de YouTube kanaal Dutch Coast Community te abonneren. Meer leuke reviews, vlogs, allerlei snapwijk van kerst en pretparken. En hier vanuit Groningen zijn ik twee groeien. Tot de volgende keer. En houdoe. Next to Wochen. Weer een flesje, de Duitse kermis. Dat is namelijk Geilenkirche, de Pfingstmarkt. Dit terrein hier, schöne Fahrgeschäft is. Weer een nieuwe Breitdance. En ook een nieuwe Musikexpress hier te ervaren. Dat is namelijk de Amazonenbahn van Hostess. En hier een alte Fahrgeschäft fahren. Dat hier in Nederland hebben gefahren. En dat is namelijk de Fireball. Und von Ex Stucke und das Namenleich jetzt von Wokka. Und das ist die neue Fahrgeschäfte, Schöpfschelle. Und das habe ich noch eine schöne neue Nilas-Kirmes. Und das namentlich Strich von der Freitag, das ist die Waarskirmes. Und wel, dames en heren, volgende week gaan we naar Geilenkirche toe. En tevens naar de Sinterklaaskermis in Maastricht. En dat is voor volgende week. Maar ik zou zeggen, tot volgende week en houdoe!